Goeiedag mensen, welkom weer bij een nieuwe video van Spijn Kronfiets. Goed dat je weer bent, fijn dat je weer aanschuift. Welkom ook bij de eerste video van Wie zetten we in het zonnetje? Kort gezegd, dat houdt gewoon in dat we in de video zullen bespreken over wie het gaat. En die zullen we dan gewoon mooi in het zonnetje zetten, die zullen we mooi complimenteren. En natuurlijk ook praten over de waarde van die persoon. Weet je wel, hoe belangrijk diegene voor me is. Of hoe belangrijk diegene voor me is geweest. We zijn dit keer dus aangekomen bij de eerste video. En vandaag staat in het zonnetje onze Loef, onze opperloef, de Loef. Hij weet wie hij is. Mirano. Mirano staat in het zonnetje, maar Loef. Vooral ook omdat hij afgelopen vrijdag jarig was, 5 maart. In principe was het de bedoeling om de video te uploaden op zijn verjaardag, om hem dan te laten zien. Maar goed, dat is helaas niet gelukt, wegens drukte niet aan toegekomen. Dus Loef, helaas, dat is eigenlijk je cadeautje ook onder andere. Alleen heb ik het niet gehaald, dus vandaar dat ik het vandaag wel doe. Dus ja, maar Loef, we gaan het vandaag over jou hebben. Wat voor belangrijke speler je bent, wat voor waardevolle speler je bent. Dat weet je al van jezelf, maar we gaan het even concretiseren voor je. Dus in deze video ga ik even kort over hem vertellen. Maar voordat we verder gaan de video... Je weet natuurlijk wat ik ga zeggen. Je weet waar het op neerkomt. Natuurlijk, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden man. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden man. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden man. Yes, dus Loef, als je kijkt, Mirano, jij staat in het zonnetje vandaag, de video gaat over jou. Ik neem even mee terug naar 5 maart 2019. Want 5 maart is sowieso een speciale dag, los van Mirano zijn verjaardag. Dat was echt leuk, dat was echt kicken. Ik ga niet te veel praten, we gaan gewoon even terug in de tijd. Let me get this. Het is Ajax in het 16 meter gebied, komt hier de kans en de goal. De goal van Ajax, van Hakim Ziyech. Gekke huis, Tim is weg. Vrijdag 5. Nou, het was, ik weet niet of het vrijdag was. Volgens mij was het op een woensdag of zo. Ja, woensdag 5 maart 2019. Oh, zo. Wat een mooie dag was dat. Je hebt de beelden gezien. De beelden spreken voor zich, denk ik. Dat is echt geweldig. Dus ja, vandaar dat 5 maart sowieso voor ons al heel speciaal is. Maar goed, om mee te beginnen voordat we verder gaan. Voordat we echt tot in de details treden. Gaan we eerst terug naar vrijdag 5 maart 2021. Dus een paar dagen terug. We springen even naar die dag. Veel kijkplezier. Mirano, deze is voor jou, bro. Shout-out naar jou, bro. En die keer die is. Mensen, hele goeiemiddag, goeiemiddag. Het is vrijdag 5 maart. Het is de verjaardag van Mirano. Mijn goede bro, mijn broeder. Yes, het is zijn verjaardag. Maar voordat we gaan beginnen, voordat we aftrappen. Fijn dat je natuurlijk weer kijkt naar een nieuwe video van Spijn Kronfiets. Natuurlijk, weet je wat ze zeggen in de velden? Ja, maar je weet wat ze zeggen in de velden. En natuurlijk als tweede boodschap. Back up in the back.
Backup in the back. Backup in the back. Backup in the back. Backup in the back. You don't look nothing. Hou op, man. Romeo, backup in the back. Backup in the back. Oké, dan. Ik zie je. Romeo, backup in the back. Backup in the back. I see you. Jullie zien het, het is zonnig weer. Het is een mooie dag voor de man. De Louvre. Mirano, Motion. De Louvre. De opper Louvre. Al jaren. Ja, maar het is een mooie dag. Zoals ik al zei, we vieren zijn 26e verjaardag dat hij hier is in het veld. Prachtig, man, prachtig. Ik ben blij dat de zon voor hem schijnt. Ik heb die man al gesproken. Ik heb de man gefeliciteerd natuurlijk. Zoals het hoort. Dus ja, we gaan even terug in de tijd, weet je, want ik heb veel herinneringen met deze man, met deze Louvre. I'm gonna bring it back for you. Let me keep this. Stop. Voordat we naar de herinneringen gaan, we maken eerst mooi zijn dag af, zijn verjaardag. Dat maken we mooi even af, dat laat ik je eerst zien. En daarna gaan we naar de herinneringen. Ja? Oké. En de vlag hangen uit. Ei. We zijn zo blij. Mino die is jarig en dat vieren wij. Hoera. Is de koffie nog niet klaar? Nee. Geef me dan een kopje thee. Hij leven. 100 jaar. 100 jaar leven. 100 jaar leven. 100 jaar leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hey, je moet echt verrassen, man. Wat? Wat? Is van jullie, man. Ja, man. My boy for life, man. Hou van jullie, man. Yes. Hey, bro. Missie volbracht. Yes. Hij was gelukkig. Gooi hem. Voorzichtig. Olie de buik. Voorzichtig. Wow. Stop, Bosch. Die 5 minuten gaan hierop. Ga nu in. Easy. Ja, man. Zeker. Het is een nagedacht, man. Ga groeien, mensen. Yes. Ja, we gaan groeien, man. Yes! De kinderen! Yes! Leef je uit! Je geniet, hè, Jim? Je geniet, hè? Yes! Ik ben wij, mensen, yes! Mooi. Daar sta jij met je gezicht. Mo, man. Scott, you fucked up, man. Ik zal voor kort toelichten wat hier is gebeurd. Dus kijk, we waren gewoon lekker met z'n allen aan het pesten. Lekker leuk met de kaarten. Maar Scott had een plan. Zeg maar, wij hadden een plan. Dus hij, in principe vroeg hij ons of we voorbereid waren. Want we moesten die kaarten, zeg maar, doorspelen aan iemand anders. Want één van ons had 1 kaart. Wie het was, weet ik niet meer. Alleen zijn er 4 kaarten op het dek gelegd, waaronder 3 jokers en nog een 2. Dus dat betekent dat diegene 17 kaarten moest pakken. Maar die 17 kaarten waren niet voor Raphaël bedoeld, maar voor iemand anders. En eindstand zijn ze toch bij Raphaël gekomen. Dus ja, vandaar dat Scott zo kijkt. Ja, moe man! Dat is die plek, bro. Dat is die plek, bro. Nou, dat was dus de verjaardag van Miro. Was leuk, man. Was echt leuk. Gezellig. Echt gelachen. Was leuk. Maar ja, waar de reden waarom ik hem in het zonnetje zet, zeg maar, is vooral omdat hij een intelligente jongen. En ook heel leergierig. Hij is bereid om veel te leren. Hij is een open-minded persoon. Dat vind ik ook fijn aan die jongen. Hij is
gewoon chill, gewoon relaxed, zeg maar. Hij staat gewoon open voor verschillende ervaringen. Ook als je hem iets vertelt, hij is bereid om het gewoon te doen. Hij neemt het ook echt van je aan, zeg maar. Dat vind ik zo mooi aan hem. Want ik heb hem leren kennen op College de Meer. In Amsterdam-Oost. In de tweede klas. Kansklas, VMBO-T. Dus sindsdien waren we met elkaar in de klas. En hebben we kennis gemaakt, weet je wel. Maar goed, ik was toen een heel ander persoon. Ik was heel anders. Ik kan hem zelfs vragen. Ik ga jullie wat vertellen. Nou, we gaan even terug in de tijd. Dan praten we over 12 tot 13 jaar terug zo. Om die tijd, 2010, 2009, was ik echt een compleet ander persoon. Dus ik was heel gesloten. Ik hield me echt op afstand van mensen. Ik kon met mijn klas van hand omgaan, zeg maar. Maar ik was liever op mezelf, zeg maar. Ik was ook heel onzeker. Dus ik wilde niet snel vrienden maken met andere mensen. Dus ik wilde dat niet. Ik dacht van, hey, ik wil niks van niemand hebben. Ik wil niks van jou hebben. Ik wil helemaal niks van niemand hebben. Zo zat ik in elkaar. Ik weet niet waarom. Maar ik dacht ook toen heel klein, zeg maar. Ik had een beperkt inzicht. Qua denkvermogen, qua intellect. Dus ja, ik was heel anders. Dus zeg maar, we zaten in de tweede klas. Met z'n allen. Ik kan me die dag nog heel goed herinneren. In principe was de les al begonnen, alleen ik was al later. Weet je, ik was een beetje laat. En ik was helemaal kaal. Dus ik kwam gewoon, zeg maar, kaal die klas binnen. Want ik was een beetje laat. Zat ik direct achterin, eigen plekje. Ik keek niemand aan. Niemand. Ik hield er niet van mensen aan te kijken. Niemand had tijd voor dat. Ik ben al laat. Want als je laat bent, dan kijkt iedereen al aan naar je. Daar is de aandacht op je gevestigd. Dus ik was kaal. Ik zat lekker achterin. En Mirano zat misschien twee tafels verderop. Weet je wel? Dus hij dacht van, ja, weet je. Hij dacht van, ah, ook gewoon een donkere klasgenoot. Goeie mattie, moet lukken. Weet je, dus hij vroeg me gewoon mijn pen. Ik kan me nog goed herinneren. Hij vroeg me gewoon om mijn pen, hè. Gewoon simpel. Een pen, dat vroeg hij me. Hij vroeg me gewoon mijn pen. Hij vroeg me gewoon netjes van, yo, heb jij misschien een pen te lenen? Ik zei gewoon heel strak, nee. Toen vroeg hij me, waarom niet? Toen zei ik gewoon, omdat ik je niet ken. Omdat ik je niet ken. Precies zo straight was ik. Ik was gewoon straight, weet je. Ik moest echt niks van niemand hebben, weet je. Niemand moest me zomaar dingen komen vragen. Dus ja, dat is eigenlijk onze eerste kennismaking. Ik kan me gewoon, nu als ik erover nadenk, we hebben het wel eens af en toe over. Dan komt dit naar boven. Van ja, hoe we elkaar hebben leren kennen en hoe lang we elkaar kennen, denk ik van, damn. Dat was wel best wel gemeen, man. Dat was best wel gemeen en strak. Ik was heel strak. Heel strak. Ik was niet echt losjes, zeg maar, van echt in de moed op een mens te praten of echt flexibel. Totaal niet. Echt tegenovergestelde van flexibel. Dus ja, dat was zeg maar onze eerste kennismaking. En ja, vanaf tweede klas hebben we tot derde klas en vierde klas ook samen gezeten. Samen diploma behaald op College de Meer. En in principe vanaf College de Meer zijn we samen ook doorgegaan op ROC van Amstelveen. Dan wordt daar ook nog even gezeten tot de tweede klas. Ja, en daarna heb ik besloten om ICT te gaan doen. En hij bleef om die school wat af te maken. Dus vanaf daar zijn we met onze wegen gaan scheiden. Maar het contact is altijd goed geweest. Altijd. We hebben het altijd goed onderhouden. Op een of andere manier. Hoe druk we ook waren. Weet je, als je echt met iemand contact wil blijven houden, dan doe je altijd moeite om een bericht te sturen of wat dan ook. Het is een kleine moeite, het is een kwestie van prioriteiten. Weet je? Daar ben ik eindstand ook heel blij om. Zeg maar, het feit dat we alsnog 10 plus jaar elkaar kennen, nog steeds gewoon goed contact hebben. We spreken elkaar bijna elke dag, we bellen bijna elke dag. Het is heel fijn. We kunnen elkaars hart bij elkaar luchten, weet je wel. We kunnen over alles praten. Dat vind ik ook mooi van die jongen. Hij is een allrounder. Je kan met hem over alles praten. Over financiën, over amusement, over serieuze persoonlijke zaken. Ik kan echt over alles met hem praten. Dat kun je niet met iedereen doen. Dat kun je niet elke vriend of vriendin doen. Dus dat vind ik wel knap. Dat vind ik echt mooi van deze jongen. Dat waardeer ik echt ook bij hem. Ik zeg hem ook bij een waardevolle speler. Ik ben echt blij dat hij ook gewoon mijn leven is, weet je wel. Hij steunt me altijd, mentaal, fysiek, financieel, ook spiritueel. Zeker. En vice versa. Weet je, ik heb ook zijn bek natuurlijk. Voor life, voor het leven gewoon.
ook zo heb ik zijn matties leren kennen, weet je wel, Scott, Rafael, zijn ook gewoon mijn matties. Zo heb ik ze, zeg maar, waarom ik zeg zijn matties, omdat ik zeg maar, hij heeft ze ooit een keer gebracht naar Sporthal, weet je wel, Sporthal, wie bouwt die verderop, echt 10 plus jaar terug ook. Dus zo heb ik zijn matties ook leren kennen, weet je wel. Dus ja, ik heb ook bijna elke dag, nou niet bijna elke dag, om de paar dagen heb ik gewoon contact met hen. Dus ja, het contact is altijd goed geweest, weet je wel. Ze zijn gewoon goede jongens, ze zijn gewoon dicht in mijn netwerk, ze staan heel dichtbij me, heel belangrijk voor mij. Dus dat vind ik mooi, man. Ze zijn echt waardevolle jongens, man. Heerlijk. Daarom, nogmaals Mirano, je bent een waardevolle speler, man. Blijf het in mijn leven. Love you, bro. Weet je, blijf je ding doen, blijf jezelf ontwikkelen, de stappen die je maakt en zo. Het is mooi om te zien, man, wat voor persoon je groeit, welke richting je opgaat. Het kan helemaal mooier, weet je. Ja, man, waardeer je echt, man. Waardeer je echt. Nogmaals, thanks voor alle hulp en zo. Miranda heeft me ook gewoon gestimuleerd om voor mijn rijbewijs te gaan. Toen ik 18 was. En zeg maar, hij begon al vroeg op met rijden. Ik weet niet of hij op zijn 17e begon. Ik dacht 18. Ik kan ernaast zitten, maar ik denk 18 of 17. En hij begon al. Hij stimuleerde me gewoon. Ik wil hij ook niet beginnen. Alleen, ja, ik dacht niet verder dan mijn neus lang was, weet je wel. Ik had ook een... Ik dacht niet aan zulke dingen, rijbewijs halen en zo. En ik werkte toen bij Albert Heijn, ik was toen vakkenvuller. Ik dacht van, hé, ik kan het eigenlijk wel, waarom niet? Weet je, hij heeft het behaald, laat me het ook doen. Dan ben ik direct vanaf. Eindstand, 8 maanden later, maart 2014, ben ik gewoon geslaagd. Ik ben gewoon geslaagd, heerlijk. Echt blij. Dus ja, allemaal ook te danken aan hem, want hij heeft me gepusht, weet je wel. Hij heeft me geïnspireerd. Hij heeft me gestimuleerd om het gewoon te doen. Ik had niet eens spaargeld of wat dan ook, maar hij heeft me gewoon gepusht van doe het gewoon. Want waar de wils is er weg. Dus daar ben ik ook echt dankbaar voor, man. Zeker. Ik kom er echt geen andere betere mattie mensen, man. Zeker. Ik heb ook andere goede matties in mijn omgeving. Ja, dit is ook een van de sterkhouders, de steunpilaren. Uiteraard. Zeker. Dus op naar vriendschap. Nog een langere vriendschap. Nog een sterkere vriendschap. En ik zie je snel weer gewoon, man, bro. Iedereen bedankt voor het kijken. Dit was Wie zet u in het zonnetje. Vandaag was Mirano aan de beurt. Nou, volgende keer is weer iemand anders. Ik hoop dat je van de foto's ook hebt genoten in onze jongere jaren. Echt nogmaals bedankt voor het kijken. Ik weet natuurlijk wat ze zeggen in de velden. En de pack op in de bek. Ja, maar je weet wat ze zeggen in de velden. Je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden, man. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden, man. Back up in the back. Back up in the back, you don't know nothing. Hou op, man. Romeo, back up in the back. Back up in the back. Ik zie je. Back up in the back. Romeo, back up in the back. Back up in the back. I see you.